Hi allemaal, ik ben Jelin en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer en ook vandaag weer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet naar het theaterstuk gaan? Welke toekomst? Nou, daar gaan jullie zeker naartoe. En vandaag is Maggie Smeets hier bij mij. Ze gaat me er alles over vertellen. What me is a little Q-Time. Hi Maggie. Hey. How are you, my dear? I am fine. I'm sorry alvast voor mijn stem, want ik heb een deel ervan in Mungo achtergelaten. Dus ik hoop dat het me niet in de steek gaat laten. We gaan het laten werken. Dit past in de setting. So let's get to the show, want je hebt weer een prachtig stuk geschreven. Ja, ja, mag ik dat zelf zeggen? Ja, vind ik wel eigenlijk. Ja, zeker weten. Heb ik niet alleen gedaan hoor. Mm-hmm. Is het stuk Welke Toekomst is eigenlijk een montagevoorstelling. En dat wil zeggen dat je je script bouwt uit verhalen die mensen voor je brengen. En wat we hebben gedaan bij Welke Toekomst is dat we eerst online jongeren hebben gevraagd uit heel Suriname om een aantal vragen voor ons te beantwoorden. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Hoe zie je Suriname over 10 jaar? Wat zijn je dromen? Wat zijn je obstakels? Dat soort dingen. En daarna hebben we dus audities gedaan in 3 districten. Nikeri, Paramaribo, Marowijne. En zijn we met die jongeren die we hebben geselecteerd eerst een week intern geweest in Mungo. Dus echt in residentie heet dat met een heel mooi woord. Residentie. Ja, in residentie. Ja. Samen wonen echt. Oh, dus werken. Dan pak je gewoon echt je tas en dan gaan we. Ja, omdat natuurlijk hoe ga je repeteren als 2 mensen uit Nikeri moeten komen en 4 uit Marwa. Dus dat gaat niet werken. Dus iedereen ging in bussen, boten, taxis en kwam naar Mungo. Echt boten ook, want we hebben ook iemand uit Galibi, we hebben ook iemand uit Alfonsdorp. Dus het is niet alleen maar Mungo, het is echt Marowijne, een beetje breder. En hebben dus eerst een workshop gehad met theatertechnieken, want we hadden eigenlijk maar 1-2 mensen ertussen die al speelden. En voor de rest was het echt helemaal de eerste keer. Dus het was super spannend, voor iedereen eigenlijk wel. En ja, zo'n week is dan ook bedoeld om elkaar te leren kennen, om samen de diepte in te gaan, om het niet alleen te hebben over oppervlakkige verhalen, maar ook echt over bijvoorbeeld, wanneer voelde jij je machteloos, is dan een vraag die je op een gegeven moment stelt, waar mensen verhalen uitwisselen. Je doet speed dating, toch, waar je korte vragen aan elkaar stelt en eigenlijk heel snel heel veel over elkaar te weten komt. Die jongeren zelf ook zoiets hadden van, wauw, weet je, ken je net 24 uur en we hebben nu informatie met elkaar uitgewisseld die mijn beste vrienden niet eens weten. Weet je, maar ik denk dat het ook komt om, misschien juist omdat je elkaar niet kent en omdat het gewoon snel is. En op basis van al die informatie heb ik eigenlijk mijn script geschreven. Dus ik ben wel de schrijver, maar het is de input is van de jongeren zelf. Dat is, ik heb net helemaal op jullie hebben aan heel Suriname gevraagd. Hoeveel mensen hebben jullie antwoord gehad? Hoeveel kinderen? Oeh, de verhalen. Dat weet ik niet precies. Te veel, dat is goed. Dat is veel informatie. Ja, toch wel, ja. Oké. Okay. Informatie vergaard, script geschreven, spelers gevonden, in residentie gegaan en het stuk moest nu worden voorgedragen. Nou, daar zat nog iets tussen. Okay. Want dus ja, de audities gedaan. In residentie geweest die ene week. Mm-hmm. Toen heb ik er een week het script geschreven. Mm-hmm. Toen zijn we allemaal teruggekomen. Dus iedereen ging dan voor een weekje naar huis. Zij hadden ook opdrachten. Omdat het stuk gaat. Het gaat over welke toekomst. Maar als achtergrond heeft het wel ook 50 jaar onafhankelijkheid. En we hebben hun dus gevraagd naar hun toekomstperspectief nu, toch? Op de grens van 50 jaar onafhankelijkheid. En hun huiswerkopdracht was dat ze een Bigisma moesten interviewen die toen in 1975 hun leeftijd had. Toch? Om te vragen wat voor dromen en dingen hadden die. En dat hebben we dan dus ook meegenomen in het stuk waardoor de jongeren dus en jongeren spelen, maar soms ook Bigisma's spelen. En het is echt een ja, het geeft een hele leuke diepgang en een soort intergenerational perspective. Ja, en het is tot leven gekomen en uiteindelijk waren jullie ready om het voor te dragen, zal ik maar zeggen. Om te spelen, het stuk te spelen. En jullie zijn eerst naar Marowijne gegaan? Ja, dus de residentie was in Mungo. Mm-hmm. En we hebben dan ook de première in Mungo gespeeld en de tweede voorstelling.
om een aantal redenen eigenlijk. Ik wilde heel graag dat stadskinderen ook meemaakten hoe het is om in een district te wonen. Mm-hmm. Omdat een van de dingen waarom ik denk dat we soms moeilijk samen gellen, is dat we elkaars leven gewoon helemaal niet kennen en geen idee hebben van wat het betekent om bijvoorbeeld vanuit Albina te komen en dat je dan in de stad naar school moet en in een internaat bent. Toch? En nu waren wij intern, mm-hmm. toch? En iedereen maakt mee van, ja, maar ze hebben niet mijn favoriete chips of whatsoever. Wat begint dan? Kanaal, weet ik veel, om naar te kijken. Weet je, er is een heleboel niet. Dat is dan alvast vond ik een goede ervaring voor hun. Maar ook het Beatrix Theater in Mungo. Dat is door Stichting Kracht voor de Toekomst, een lokale stichting. Is helemaal opgeknapt. Dat was eigenlijk na Binnenlandse Oorlog en na het weggaan van Suralco helemaal overwoekerd, onderwiet geraakt, verwaarloosd. En zij hebben het weer tot leven gebracht. En ik wilde dat gewoon heel graag ondersteunen door echt gewoon inderdaad een voorstelling te spelen. Zodat mensen echt zagen van, hey, ja, weet je, really, it's alive. En je kan hier dingen doen en er gebeuren dingen op Mungo. Dus dat was eigenlijk de reden om het daar te doen. En dat heeft heel mooi gewerkt. Want eigenlijk, ja, terwijl we aan het repeteren waren, werd licht aangelegd. Ja. Hè, terwijl we aan het repeteren, weet je. Dus alles gewoon vol. Ja, het gebeurde echt terwijl we bezig waren. Waardoor op de dag van de première echt de gordijntjes nog voor het toilet werden gehangen. Zoiets, hier nog een lampje en daar nog dit. Maar het was heel mooi. Mensen uit de stad zijn ook gekomen, wat ik echt super, super leuk vond. De Nederlandse ambassade is een van de sponsors. Dus de ambassadeur was er met een gezelschap. De Franse ambassadeur was er. En dat is dan toch, weet je wel, een beetje die exposure die je wil hebben van, things are really happening. Okay. En ja, de jongeren hebben me echt verrast. Ik geef al heel lang theaterles. En ik weet dat een script erin stampen gewoon is altijd een challenge. We hebben nu met jongeren gewerkt die nog nooit theater hebben gespeeld. Die niet per se van lezen houden. Weet je, voor wie sommigen het Nederlands ook een challenge was. We hebben ook heel bewust ervoor gekozen om in het script gewoon ook Alkaans. En ook Saranatongo en ook Saramakaans. Weet je, we hebben gewoon iedereen, alles erin. En als mensen die alleen maar Nederlands praten, dan denk ik, maar ik heb dat stukje niet verstaan, denk ik. Nou, dan heb je dat ook een keer ervaren, hoe dat is. Want mensen die alleen maar Alkaans praten en moeilijk Nederlands, die hebben dat de hele tijd, ja, weet je. Precies. Dus, maar het is, ze hebben me echt verrast, omdat ze, ja, vind ik echt als professionals hebben gewerkt. We hebben die 2 weken echt niet normaal hard gewerkt. Het was niet normaal heet. We waren echt precies die week dat het gevoelstemperatuur 40 graden was of zo. Liepen wij iedere dag van en naar het Beatrix Theater in de... Ik kreeg het warm als echt niet. En we hebben echt lange uren gemaakt om te repeteren. 'S Avonds nog na het eten. Jongens, pak je script, weet je. Oefen dit nog met elkaar. En ze hebben echt een fantastische show weggegeven. Oké, de show is gegeven, maar dat is eigenlijk nu al in het verleden. Ja. Maar het mooie ervan is dat het niet alleen in Mungo wordt gedaan. Nee. Dat ze naar Nikeri zullen gaan en zelfs ook in Paramaribo. Ja. En mensen die nu kijken van Nikeri en denken van, hé, hey, luister dan, dit klinkt echt spannend en dat wil ik echt zien of mijn kind zou dit moeten zien. Of de kinderen in Paramaribo of ouders of mensen gewoon in Paramaribo denken van, hé, hey, ik wil gaan. Wat moeten ze doen? Waar moeten ze zijn? Wat kost een kaartje? Wanneer is het? Hoe laat begint het? Oké. Nikeri is de eerste, dus daar ga ik nu even op focussen. Mm-hmm. Nikeri is 19 en 20 oktober in CCN, Cultureel Centrum Nikeri. Kaartjes zijn slechts 150 SRD. De show begint op zaterdag om 7 uur en op zondag om 4 uur, omdat we daarna allemaal nog terug naar huis moeten en alle kinderen moeten natuurlijk gewoon maandag weer naar school. Mm-hmm. Dus vandaar dat we dan hebben gekozen voor een matinee. Ik ga even het nummer geven waarop u alvast kunt reserveren. Dat is 890-6099. Zal ik het nog een keer doen? Het komt nu in beeld. Het komt nu in beeld? Dus Hier is het. Helemaal goed. Dus u kunt gewoon alvast reserveren. Dan weet u zeker dat u een plekje heeft. Mm-hmm. Dus dat is dan alvast fijn. Paramaribo komen we in het Srevidentie weekend zelf. Mm-hmm. Dan hebben we voorstellingen op zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 november. De Srevidentie zelf. Wow. En ook daarvoor kunt u alvast reserveren. De kaarten zijn er al. Ze zijn alleen nog niet uitgezet op de
verkoopadressen, maar ze zijn er al. Dus als u nu reserveert, wordt u heel binnenkort waar de kaartjes gehaald kunnen worden. Oh, nee, klinkt helemaal spannend. Man. Ja, is het. Zo leuk. Ik vind het zo leuk dat ik keek naar de flyer natuurlijk. Mm-hmm. Je ziet verschillende type mensen, maar je ziet het enthousiasme in hun ogen. En als ik zo naar je luister, hebben ze heel veel effort erin gestopt to make it something worth watching. Ja. En dat ook aan jou natuurlijk, de dank dat je hebt gekeken naar buiten. Je hebt het plan, je hebt het idee, maar je hebt de input gehad van de jeugd zelf. Want ja, die zijn de toekomst van morgen. Dus ja. Ik ben benieuwd welke toekomst, want dat is wat je gaat horen. Ja, de toekomst, maar ook gewoon toch veel levenservaringen waar we denk ik ook niet genoeg bij stilstaan als volwassenen. Mm-hmm. Weet je dat jongeren toch best heel veel dragen? Weet je, aan de ene kant mag je nog heel veel niet en tel je op een heleboel vlakken nog niet mee. En aan de andere kant draag je wel een heleboel rollen. Er zijn gewoon heel veel jongeren die bijvoorbeeld in het stuk komt voor een meisje dat zegt van ja, ik kan een heleboel niet, want ik moet voor mijn broertjes en zusjes zorgen. Want mijn moeder werkt in het binnenland, dus ik heb gewoon die rol overgenomen, weet je. En ik doe alles. En ja, er zijn best wel, je kan lachen, er wordt veel gelachen. Maar er zijn ook best wel stukken waar je even gaat denken. Even na moet denken of even moet slikken van wauw, weet je. Dat is, het zijn best wel heftige dingen ook. En ik vind het echt geweldig dat ze hebben gedurfd om, weet je, een aantal dingen echt erin te zetten waarvan ze vonden van, nou, ik vind dat mensen dat gewoon moeten weten. Nee. Dat het heus niet allemaal zo lollig is om 16 te zijn. Ik kan het bevestigen. Ja. Nee. Ik vind het allemaal heel spannend en ik denk dat we allemaal moeten gaan. En ik wil vooral jou bedanken voor vandaag weer bij me te zijn. En dat is even lekker mag cute. Mag ik ook nog een paar mensen bedanken en instituties bedanken? Je mag het heel snel. Yes. Ik moet bedanken onze partner, de toneelmakerij. Jongere theatergroep in Nederland. Aan wie we heel veel steun hebben gehad. Ze zijn ook echt gekomen. Ze hebben samen met ons gewerkt. En dat was super fijn. We hebben ondersteuning gehad van de Nederlandse ambassade en van het Cultuurfonds. En daar zijn we natuurlijk ook vreselijk gelukkig mee. Want ja, zonder geld is het allemaal heel erg moeilijk. Zeker. En ja, mijn team. Ik heb inderdaad het script geschreven. De regisseur is Idi Lemmers. Producers Vernon Sordam en Siomara Natu. En iedereen heeft gewoon zo hard gewerkt. Dus dat wil ik wel even benoemen. Nee, ook een dikke shout-out naar hun. En iedereen heeft geholpen om dit stuk tot leven te brengen. En ik denk dat het een prachtig stuk wordt. Yes, so, het is al een prachtig stuk. Ja, voor de mensen die het nog moeten zien, die zullen dat ook ervaren. Ja. Nee, Koop je kaartje. Sorry. Nogmaals bedankt voor het komen. Thank you. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Maggie Smeets bij ons in de studio. En zij heeft samen met een groep jongeren een prachtig theaterstuk tot leven gebracht. Het stuk heet Welke Toekomst? En jullie moeten het zeker zien. Ze gaan naar Nikeri en ze komen ook in Paramaribo. Maar eerst in Nikeri. En dat is op 19 oktober de eerste voorstelling. En een kaartje kost maar 150 SRD. En de tweede is op 20 oktober. Je kan appen op dit nummer om direct jouw kaartje te reserveren. Want de verkoopadres of de ophaaladressen zijn nog niet bekend. Maar de kaartjes zijn er al. Dus jullie moeten gewoon direct appen. En daarna komen ze naar Paramaribo. En dat doen ze in het onafhankelijkheidsweekend, dat is het revidatieweekend. En daar kunnen jullie ook jullie kaartjes voor halen. Dus ik zou niet wachten, want er zijn 15 jongeren die een verhaal delen met ons. Want zij zijn de toekomst van morgen. En welke toekomst is het nou eigenlijk? Je moet gaan, want dan ga je het weten. En het is gewoon een prachtig stuk. Als zij het zegt, dan zij eraan heeft gewerkt. En alle andere mensen die daar ook aan hebben bijgedragen, trust me. This is something you have to see. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.